Welkom bij deze video van Houtanden Online. In deze video ga ik u uitleg geven over de geschaafde Douglas balken die wij in ons assortiment hebben. De Douglas geschaafde balken die wij in ons assortiment hebben zijn vierzijdig afgerond en zijn geschikt voor wat zwaardere constructiewerkzaamheden. Denk hierbij aan de dakspanten van uw kapschuur of de gordingen van uw veranda. Deze Douglas balken zijn sterk en robuust. Ze zijn relatief zwaar, goed te bewerken en goed af te werken. En ze zijn roosgeel van kleur. In Douglas hout komen altijd in meer of mindere mate kwasten, scheuren en enkele harszakjes voor. De kwasten ontstaan door de zijtakken aan de stam. De scheuren ontstaan tijdens het natuurlijk droogproces. En het hars is een natuurlijk beschermingsmiddel van het hout. In Douglas hout heb je kernhout en je hebt spindhout zitten. Het kernhout is afkomstig van de binnenkant van de stam en is iets roosig van kleur. En het spindhout komt van de buitenkant van de stam en is iets lichter van kleur. Wij adviseren altijd om het hout te verduurzamen door middel van een verf, lak, olie of een lazuur. Onze Douglas balken komen uit Duitsland, Frankrijk en de Belgische Ardennen. De geschaafde maat is 65 bij 140 mm en heeft een geschaafd oppervlak. Het is sterk en robuust en heeft een gewicht van circa 640 kilo per kuub. Douglas hout is een prachtig product, maar het blijft een natuurproduct. En wilt u er nou meer over lezen? Kijk op onze website houthandenonline.nl en klik op het knopje houtinformatie. Bij Houthandel Online vindt u het grootste assortiment Douglas hout in alle beschikbare lengte en kopmaten tegen een superscherpe prijs. En wilt u nou persoonlijk advies? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer!